dan? Ja. Nu serieuze zaken, Hans van Soest. Want we hoorden net inderdaad ook Rutte spreken voor dat Oekraïens parlement. Voor zijn vriend Zelensky, hè, want zo noemen ze elkaar nu. Kun je dat nu al zeggen wat daarvan de impact is van de woorden van Rutte? Het past in een patroon. Je moet de speech van Rutte niet op zichzelf bekijken. Je moet het zien in een... vorige week is er meer gebeurd namelijk. Vorige week maandag was het Europadag. Een grote speech van Emmanuel Macron, de Franse president. Huidige voorzitter van de Europese Unie. Die met een visie kwam over de toekomst van Europa. Waarin hij schetste dat er buiten de Europese Unie eigenlijk ook een soort van schil zou moeten zijn van landen die weliswaar nog geen lid zijn van de Europese Unie, hè, want daar moet je aan heel veel eisen voldoen, maar die wel tot de Europese familie behoren. Dus Europa Light. Europa Light. Dus daaromheen. En de speech van Rutte, die paste wel een beetje in dat verhaal. En ja, welk verhaal dan precies? Nou ja, van jullie horen erbij. Hè? We steunen jullie. Geval, ja. Alleen hij noemde niet Europese Unie. Nee. Daar is Nederland ook zeker geen voorstander van. Je kunt ook niet zomaar gaan marchanderen met de regels voor toetreding van de Europese Unie. Dat hebben we in het verleden al een keer gedaan toen we in één klap 10 Oost-Europese landen erbij haalden die er niet allemaal even klaar voor waren. Dat gaan we niet meer doen, hebben we toen met elkaar afgesproken. Dus dat moeten we ook niet meer doen. Maar ja, dat idee van Macron, daar is overigens nog helemaal geen besluit over genomen. Hè. Nog lang niet alle landen zijn het erover eens. Scholz, Duitsland zijn wel interessant idee. Kun je alle kanten mee op? Kun je alle kanten mee op. Idee. En ook Nederland heeft daar overigens nog helemaal geen besluit over genomen. Maar we hebben ook nog niet nee gezegd in elk geval. Maar is er niet iets te verzinnen waarbij je symbolisch wel laat weten als huidige NAVO-NATO dat we wel de Oekraïne omarmen? Want dat is natuurlijk waar Rusland ongelooflijk op zit te wachten. Dus ik begrijp deze hele juridische kwalificatie. Dat hoort een proces te zijn. Je kan ze niet zo... Maar het is oorlog, hè? Nou ja, dat is dus precies wat Macron probeerde te doen. Kijk, zijn hele verhaal over, we noemen het dan maar even voor het gemak Europa Light. Zeg maar een aantal landen die niet tot de Unie behoren, maar er wel mee verwant zijn, hè, waarmee je nauw kunt samenwerken. Moldavië werd bijvoorbeeld ook genoemd. Ja, maar dat was natuurlijk met name bedoeld richting Oekraïne. Ja. Maar wat zit daar? Ik ben zo benieuwd van jou als politiek commentator. Twee opties zouden achter kunnen zitten. We willen het niet, want we zijn bang dat wij dan ook worden gebombardeerd. Want dan krijg je in één keer natuurlijk wel die derde wereldoorlog. Ja, maar, of doen we het echt niet? Er is wel een verschil natuurlijk tussen NAVO en Europese samenwerking. Ja. Kijk, Europese samenwerking, dan help je elkaar. Hè. We beloven het land te helpen met de wederopbouw, met de economie. Maar we hebben ook heel duidelijk gezegd, wij gaan daar niet vechten. De Oekraïne zal geen lid worden van de NAVO. Dat lijkt me echt uitgesloten. Dat zie je nu met Zweden en Finland ook. Hè? Dat Rusland al meteen met tegenmaatregelen dreigt. En wat eng is, omdat Turkije doet nu al moeilijk, hè, over de toetreding. Want al die lidstaten moeten natuurlijk instemmen voordat het überhaupt lid kan worden, Zweden en Finland. Maar als je kleur bekent en je laat je wensen, maak je kenbaar, ben je gewoon kwetsbaar vanaf dat moment. Dat lijkt me wel heel eng als je Finland of Zweden leeft. Dat we daarom dus allemaal van dit soort gekunstelde trucs krijgen. En dat we dan via de achterdeur nog eens wat wapentjes sturen en nog wat andere zaken. Maar dat we dat eigenlijk niet durven te zeggen. Dat we toch stiekem een beetje de Oekraïne opofferen. We laten het maar lekker daar blijven. Dat maakt ook... die hele opgave voor Rutte, hè, van deze week om dat parlement toe te spreken, precair. Want hij wil veel zeggen, maar kan niet alles zeggen. Dus je wil vriendschap uitdrukken, maar je mag niet te concreet zijn. Nee, dat is waar. Daar maakt Rutte ook geen geheim van. Wij zijn niet voor toetreding van de Oekraïne tot de Europese Unie. Daar zijn we niet voor.